Het is denk ik niet zo dat mensen bij de Partij voor de Dieren iedere dag naar de McDonald's gaan om hamburgers te kopen. Maar je hoeft niet vegetariër te zijn om bij de Partij voor de Dieren te zitten. Ik zie hier eigenlijk helemaal geen dieren. Maar het is wel Partij voor de Dieren. Op naar Esther Ouwehand. Kom! Esther Ouwehand is lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. En ze is veganist. Hey Jamien, ik ben Esther. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja. En ik ben Elijsa. Hey Elijsa. Ik ken haar nog niet zo goed, dus ja, ik verwacht wel dat ik nieuwe dingen ga leren over. En ik verwacht toch wel dat ze een beetje grappig is. Ja, dat verwacht ik ook wel. Waarom heet je partij eigenlijk de Partij voor de Dieren? Wij heten Partij voor de Dieren omdat wij denken dat het goed is als mensen na gaan denken hoe we omgaan met alle andere levende wezens op deze aarde. En nou, jullie hebben vast ook gemerkt hoe vervelend corona is, dat de scholen dicht gingen en zo en dat het helemaal niet zo leuk is. En corona kwam, dat is een ziekte die is overgesprongen van dier op mens. En dat komt dus door de manier waarop de mens met dieren omgaat. En wij zeggen dat moet je veranderen, want anders krijg je heel veel ellende. Ik vind het een goede partij omdat ze willen veranderen hoe er op dit moment met de dieren omgegaan wordt. Als we beter omgaan met de dieren, gaat de aarde ook gelijk beter. Ze doen heel veel voor het klimaat. En... ja, zodat wij een beetje toekomst hebben. Ja. Wat vindt u het belangrijkste standpunt van uw partij? Het belangrijkste is denk ik wel dat we de bio-industrie willen afschaffen. Dus het op elkaar proppen van varkens en kippen en andere dieren. Het is niet alleen voor die dieren natuurlijk heel vervelend, maar ook voor de natuur en het klimaat. En dat is het mooie eraan, als je daarmee stopt, dan worden heel veel dingen meteen heel veel mooier. Als je bijvoorbeeld energie wil besparen, dan moet je, en daar ben ik ook voor, maar dan moet je soms moeilijke dingen doen, zoals je huis isoleren. Terwijl als je stopt met vlees eten, hoef je niet eens nieuwe pannen te kopen. Je kan dat gewoon doen zonder gedoe. Dus het is ook heel makkelijk en heel fijn om te doen en je bereikt er heel veel goede doelen mee. Wat doet u zelf voor een beter klimaat? Dat is best wel veel. Ik eet dus geen vlees en geen zuivel. Ik ga niet met het vliegtuig op vakantie, maar altijd met de trein. Ik koop eigenlijk geen nieuwe kleren. Als ik kleren nodig heb, dan doe ik dat tweedehands. En ik probeer natuurlijk, ik zet mijn kachel niet zo hoog, dus ik doe liever een warme trui aan als het koud is, dan dat ik de verwarming hoog zet. En ik doe ook koud douchen, maar dat doe ik niet per se voor het klimaat, maar dat is natuurlijk wel goed voor het klimaat. Schaamte zegt dan soms? Nee, ik vind dat je, als je je best doet, als je doet wat je kan, dan moet je ook niet wakker liggen of verdrietig zijn als sommige dingen niet lukken. En sommige dingen lukken gewoon niet. Dus ik zou minder plastic willen gebruiken bijvoorbeeld. Maar als je boodschappen doet, zitten er gewoon nog heel veel dingen verpakt. En daar kan je soms niet omheen. Maar dan ga ik niet verdrietig in een hoekje liggen van, oh, nou heb ik weer plastic gekocht. Ik probeer te doen wat ik kan. En wat nog niet lukt, dat is dan maar even zo. Maar altijd je best blijven doen, ik denk dat dat gewoon goed is. Ik denk niet dat ik vegetariër word. Ik ga wel proberen zo weinig mogelijk vlees te eten. Maar ik vind vlees nog te lekker om helemaal ermee te stoppen. Is iedereen bij uw partij vegetariër? Nee. Nee, ik ben zelf wel vegetariër. En eigenlijk helemaal plantaardig eet ik. Maar iedereen is welkom bij de Partij voor de Dieren. En de meeste mensen bij ons denken wel goed na. Dus die zijn al wel... die denken wel na over wat zit er achter een stukje vlees en misschien moet ik minder vlees eten. Dus het is denk ik niet zo dat mensen bij de Partij voor de Dieren iedere dag naar de McDonald's gaan om hamburgers te kopen. Maar je hoeft niet vegetariër te zijn om bij de Partij voor de Dieren te zitten. Ik had ook wel verwacht dat bijna iedereen van haar partij vegetariër zou zijn. Maar blijkbaar mag je dus gewoon kiezen of je wel of niet bent. En maakt niet uit of je vegetariër bent. Als je erin wilt, dan mag je gewoon in de partij. Voor iedereen zijn eigen keus. U bent veganist. At u vroeger wel eens vlees? Ja, ik ben gewoon bij ons thuis aten we aardappelen, groenten en vlees. Dus dat was voor mij heel normaal. Maar toen ik 16 was, zag ik op televisie hoe dieren dan van de stal naar de slacht gingen. En dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. En toen zag ik dat. Koeien werden dus in vrachtwagens geladen. En toen dacht ik eigenlijk voor het eerst na dat natuurlijk is wat er gebeurt voordat je vlees op je bord hebt. En toen dacht ik, ik vind het heel naar, daar wil ik niet meer aan meedoen. En toen werd ik vegetariër. Heeft u wel eens kattenkwaad uitgehaald? Ja, zeker. Ja. Wat dan bijvoorbeeld?
Ik had het niet altijd door, maar toen ik klein was, of klein, ik zat op de basisschool. En bij ons in de buurt, er kwamen nieuwbouwwijken, maar er waren nog landerijen met mensen die hadden dan zelf wortels verbouwd. En ik had het niet door dat dat natuurlijk van iemand was. Dus ik dacht, oh, hier zijn wortels. En die had ik uit de grond getrokken, omdat ik dacht, dat kan ik aan mijn moeder geven. Dan kunnen we lekker wortels eten vanavond. En toen kwam ik thuis met die wortels. En in plaats van dat mijn moeder zei, nou wat lief, en dan kunnen we lekker wortels eten, zei ze, wat heb je nou gedaan? Ik had juist verwacht dat ze juist veel kattenkwaad had uitgehaald, net als ieder kind. Ik dacht echt dat ze juist bijna geen kattenkwaad uitgehaald. Ben je zenuwachtig voor de verkiezingen? Niet zenuwachtig, maar wel een soort van leuk spannend, alsof je jarig wordt of zo. Omdat ik denk dat de Partij voor de Dieren zetels gaat winnen en dan kunnen we meer doen voor dieren, natuur en milieu. Dus ik denk dat het een hele mooie dag wordt. Ja, ik kijk er naar uit. Uw partij is voor slim onderwijs. Wat bedoelt u daarmee? Nou, vooral dat onderwijs heel belangrijk is en dat we moeten zorgen dat de mensen die jullie lesgeven genoeg betaald krijgen en genoeg tijd hebben om dat goed te doen. Dus niet overvolle klassen, niet heel veel lesuren achter elkaar, maar dat er ook ruimte is om eventjes adem te halen. Vindt u dan ook dat leraren van de basisschool net zoveel moeten verdienen als de middelbare school? Ja. Ja, dat vinden wij belangrijk. Wat moeten kinderen over uw partij weten? Dat de Partij voor de Dieren het vooral opneemt voor dieren, natuur en milieu. En dat is dus belangrijk, omdat ik weet niet hoe oud jij precies bent. 11. 11, en jij bent? Ik ben ook 11. Oké, en hoe oud willen jullie worden? 100 of zo? Ja, zoiets. Ja, nou dan moet je dus zo oud mogelijk. Zo oud mogelijk. Ja. Nou, stel dat je 100 wordt, dan moet je nog bijna 90 jaar op deze aarde rondlopen, dan is het wel belangrijk dat we hem niet kapot hebben gemaakt. Dus meer natuur, zorgen dat we de klimaatverandering stoppen. Dus juist voor kinderen is dat heel erg belangrijk dat wij zo hard vechten voor natuur en klimaat. Was u goed op school? Dat klinkt een beetje opschepperig, maar het ging best goed. Ja, ik vond het altijd heel leuk op school. En ik had meestal ook wel goede cijfers. Werd u wel eens gepest? Ik heb dat wel eens een klein beetje meegemaakt, maar niet zo heel erg. Gelukkig. Ja, gelukkig maar. En jullie? Nee, niet per se. Goed zo. Goed zo. Wel meegemaakt dat er in de klas werd gepest? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze was in het echt wel heel grappig. Ja. Ze was ietsjes kleiner dan ik verwacht had. Maar ze leek ook echt heel veel op onze juf. En ze was super aardig. Ja. Echt heel aardig. Wat is uw lievelingsdier? Oh, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Want ik vind alle dieren heel leuk. Ik ga eventjes bij jullie afkijken. Wat is jouw lievelingsdier? Een koala. Een koala, dat is een goede keuze. Ja, ik vind koala's leuk, maar ik vind ook kangoeroes en herten leuk. Walvissen, omdat je die nooit ziet eigenlijk. Die zitten dan een beetje zo in de oceaan, maar ze zijn zo cool. Bent u trots op wat hij heeft bereikt? Ja, best wel. Ik vind het best wel mooi dat heel veel mensen zijn het eigenlijk wel een beetje met de Partij voor de Dieren eens. Hè? Dat we beter met dieren en natuur en milieu moeten omgaan. Maar in Den Haag, in de politiek, gaat het toch heel vaak over andere dingen. Dus dan vinden politici het moeilijk om het over dieren te hebben. Want dat vinden ze dan een beetje een klein onderwerpje. Van, er zijn toch grotere problemen in de wereld. En je moet alle problemen aanpakken, vinden wij, maar je moet niet wegkijken van wat er met de dieren gebeurt. En om dat te doorbreken, dat de anderen het eigenlijk er niet over willen hebben en wij wel, daar ben ik best wel trots op dat we dat hebben veranderd. Want nu durven ook andere partijen, die schamen zich er minder voor om het ook over de dieren te hebben. En daar ben ik heel trots op. Vindt u dat politici genoeg naar kinderen moet luisteren? Ik vind dat ze dat moeten doen en ik vind dat het niet genoeg gebeurt. Deze verkiezingen, iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen. Wij vinden eigenlijk dat dat vanaf 16 zou moeten. Want de keuzes die de politiek maakt, die gaan natuurlijk ook over jullie toekomst. Ik vind dat je dat net zo zwaar moet wegen als wat er voor volwassenen op het spel staat. Mogen wij een TikTok met u opnemen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Wat moet ik dan doen? De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat we goed zorgen voor dieren, natuur en milieu, zodat kinderen een toekomst hebben op deze prachtige aarde. Hey.